En hallo iedereen van Nifieren. Vandaag gaan we verder waar we vorige keer, ja, niet waar we vorige keer waren gebleven. Vandaag gaan we gewoon een nieuwe video, ja, gameplay van World of Warplanes. Ik heb al redelijk lang dit spel niet gespeeld omdat ik vergeten was. Ja, ik zal het hier even uitleggen. Er was een update dus van World of Warplanes en ik had die gedaan. En mijn inloggegevens waren weg. En ik was vergeten met welk e-mailadres. En mijn wachtwoord, ik wist niet meer hoe. Maar nu, na ja, 2 weken heb ik terug. Dus nu kan ik terug spelen. Het gaat misschien iets slechter zijn dat ik speel, maar het is niet zo erg. Dus terug met dit vliegtuig. Hoe kom ik 10.000 experience? Moet ik toch iets kunnen kopen of zo? Oh, maar, oh, heb ik dat allemaal? Oh, dat wil. Ik wil dit. Ah ja, maar ik was aan het sparen voor die Mustang. Dus ik spaar hiervoor. Battle. Ik moet zeggen, heel erg bedankt voor de eerste na 1 dag al 20 views. Zo zeggen, oh ja, die heeft ja, zo'n YouTube-kanaal met 10.000 abonnees, heeft 1000 views in een dag, maar 90 abonnees, 20 views op 1 dag is echt good hunting. Bam. Oh, die ontploft. Ik ga zo draaien. Het is lang geleden dat ik gespeeld heb. Ik moet zo hoog geraken. Hè. Daar gaat het. Daar is er een. Ik ga die. Ja. Nee. Die. Die daar. Dus ik heb alles beter. Vertragen, vertragen. En. Ja, ik zit target hit. Ah, maar het is zo'n traag. Het is moeilijk, hè. En ik moet zelf zien dat ik mijn eigen niet dood doe. Daar is hij. Even zwemmen. Ja. Ah, ik dacht dat hem dood was van tegen de grond, tegen de zee. Wie gaat pakken die daar? Arm zo. Enemy headquarters destroyed. Enemy anti-aircraft fire lost accuracy. Yes, come on. Ik ben nu wel een video aan te nemen. En veel, veel. Target hit. Yes. First enemy destroyed. Ik denk dat ik die met mijn raket heb kapot gemaakt. Maar ik ben het niet. The engine is damaged. Unable to boost. The tail is damaged. Maneuverability reduced. Ja, ik ben dood. Ik kan bijna niet meer. The fuel tank is leaking. Chance of fire is increased. Ja. Ik kon mijn tail was damage, dus ik kon niet meer goed bewegen. Stokkoe 1 kill voor ja, de eerste keer in 2-3 weken te spelen. Vind ik toch goed. Eens kijken wat mijn team aan het doen is. En ook eens zien. Ja, tegen 4 van 6e generatie en ik ben 5e. Toch niet slecht gedaan. Hè? Mijn ons team heeft nog 2 van 6e, dus. Want die ene snelle, die was 6e, denk ik. Want die
Allee, ik doe echt goed. Die was zo snel. Zijn we aan het winnen? Oh, we zijn verloren. Toen zei dat we een optic gamer hebben. Voor, niet voor Black Ops 2, maar voor World of Warplanes. Dan kunnen we nog winnen, maar 2 tegen. Kijk, een heavy gunner en een gewoon fighter. Kijk, die heavy gunner, wat gaat hij doen? Die maakt ik kapot. Maar ja, kijk, hij maakt zijn eigen zelfs kapot. Kom aan. Ja, 1 tegen 6. Ik kan het ook niet meer halen. En dan nog iets. Ja, 4 van 6 generatie. Nee, ja, 4. Dus, ja, zie je, we zijn wel. Het is niet zo erg, ja. Maar hetgeen wat ik nu moet hebben is echt experience. 25.000 voor de Mustang. Dus, oh, battle. Ik ga deze video erbij laten, dus vond jullie deze video leuk, doe dan een groen duimpje, wil je meer, abonneer en tot de volgende keer. Sorry voor dit raar einde, maar sommige omstandigheden kan ik niet aan doen, dus houdoe.